Hoi en wat leuk dat jullie kijken naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Karijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we een lang houdbaar winterstuk maken. Die je zeker tot een kerst kan laten staan. Dus zo lang blijft hij echt wel goed. Dus lekker lang houdbaar. Is wel super leuk. En daar kan je er natuurlijk extra lang van genieten. Dus heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Want abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl en vind je onder kopje cursuspakketten. Het pakket van vanavond is in 2 kleuren te bestellen. Dat zal ik straks laten zien. Heb jij iets gemaakt naar aanleiding van video's en dat gedeeld op Facebook of Instagram? Dan komt je naam misschien wel hier in beeld. Van harte gefeliciteerd, jij hebt een cadeaubon te waarde van 15 euro gewonnen. En je mag contact met ons opnemen. En dan zou ik zeggen, laten we gauw beginnen! Zoals ik al zei, kan je vandaag het pakket in 2 kleuren maken. Ik heb hele mooie, zware, industriële ondergronden van metaal. Dit is in zwart. En ik heb hem ook in het zilver. Heel erg leuk. En daar gaan we vandaag mee aan de slag. Dus je kan zelf kiezen voor welke ondergrond je gaat. Wees snel bij, want de pakketten gaan op het moment heel erg hard. Op is op. Maar er komt wel elke keer gewoon tot aan de kerst een nieuwe video online. Dus een nieuwe DIY video. En tot aan de kerst zijn het eigenlijk nu allemaal winterse en kerststukken. Dus wil je dat niet missen, abonneer dan vooral. En ik zou zeggen, ik haal jullie even iets dichterbij. Dan kun je precies zien wat ik doe. Je kan hem dus in het zwart maken. Ook echt heel mooi, dat mat zwarte. En in het zilver, die ga ik nu eerst opmaken. Ik maak vandaag de zilveren versie op. Ik heb daarbij ook een mooie ster. Echt heel tof. En ik heb een mooie amaryllisbol. Die komt een beetje in het midden bij de ster. Afhankelijk van waar je hem op tafel zet, kan je hem of aan allebei de kanten mooi opmaken of aan één kant. Zet je hem bijvoorbeeld op een dressoir, dan hoef je de achterkant niet zo mooi te hebben. Maar daar kan je rekening mee houden met het decoreren. Dan zet het een beetje vast met een beetje mos. Dan heb ik een mooie mosstak. We gebruiken mooie natuurlijke materialen vandaag. Wel her en der wat glittertjes, maar ook veel natuurlijke materialen. Mooie dennenappels, die verdeel ik in het stuk. En ik geef alles een mooi plekje. Het is dus geen moeilijk stuk om te maken, maar wel heel leuk. Dan heb ik nog een mooi Tillandsia plantje, een luchtplantje. Nou, die geef ik ook een mooi plekje. Nou lijkt het net of die een beetje uit dennenappels groeien. Natuurlijk ook erg leuk. Nou, dan wil ik het wel een beetje kerstig aan toevoegen. Dus ik heb een mooie waxroos. Even kijken waar ik die een mooi plekje wil geven. Je kan hem natuurlijk ook helemaal neutraal houden. Dat mag je zelf bepalen wat je daarin wil. Dan voeg ik ook eventjes wat kerstgroen toe. Dit zal mooi indrogen. Maar ik vind het wel heel mooi staan. Dit legt er gewoon los op. Af en toe kan je het even besproeien, maar het zal gewoon echt mooi in gaan drogen. Ik maak deze even iets kleiner, zodat hij mooi binnen de schaal blijft. En dat verdeel ik mooi. Dat grijzige van het kerstgroen lijkt ook gelijk heel erg mooi ertussen. Dan heb ik nog wat andere decoratiemateriaal, zoals het mooie glitterappeltje, sneeuwappeltje. Heb ik ook een mooi plekje. En wat katoentakken. En zoals je ziet vul ik hem nou mooi op en geef ik alles een mooi plekje. Waardoor de verschillende materialen, is het gewoon heel tof. En de rest vul ik op met mooi decoratiemateriaal.
Echt heel erg tof vind ik hem op deze manier. Ja, en lang houdbaar. Dus daar willen we natuurlijk lang van genieten. En je kan nog even leuk een snoertje met lampjes aan toevoegen. Een licht snoertje. Geeft gelijk een mooie warme sfeer. Lichtsnoertjes vind ik echt bij elk stuk een goed idee tijdens de winterse tijd. Vooral nu het vroeg donker is. Eventjes het lipje ertussenuit. En dan kan je het kastje er gewoon tussen verstoppen. Het is een mooi plat batterijtje. En de lampjes kan je er gewoon tussen laten en lopen. Je kan bijvoorbeeld ook de ster leuk inwikkelen. Is ook heel erg leuk. Je kan er eigenlijk alle kanten mee op. Dus daarin kan je zelf je eigen ding doen. En dan hebben we eigenlijk gewoon heel tof, ja, een lang houdbaar bloemstuk. Echt heel erg leuk. En dan hebben we echt een heel tof stuk gemaakt. Gezellig met die lampjes. Echt winters. Straks richting de kerst doe je wat kerstbaltjes weer op. En dan heb je hem helemaal in de kerstsfeer. Al is het nu ook al wel met een subtiele glitter her en der. Maar echt wel een heel tof bloemstuk. En die ondergrond kan je gewoon elke keer weer gebruiken. Je kan hem dus eventueel ook bestellen in het zwart. Ook echt heel erg tof. Het is net wat beter in je interieur past. Leuk is, je kan hem straks na de kerst ook weer leuk gebruiken. Ja, en het is gewoon echt een toppertje. Wees snel bij, want op is op. De pakketgang bent echt heel erg hard, ondanks de grotere voorraad. Maar tot aan de kerst komt eigenlijk twee keer in de week een video online met een nieuw DIY pakket. Dus loop je net mis, dan komt er echt nog heel veel leuks aan. Wil ik toch even gezegd hebben. Wil je dat niet missen? Abonneer dan gratis op het kanaal. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En dan wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. En dan zie je mij de volgende keer weer. Oh ja, ik ben nog wel even nieuwsgierig. Voor welke zou jij kiezen? Zou jij voor de zilveren gaan of voor de zwarte? Heel nieuwsgierig naar. Laat hieronder in de reacties weten. En dan zie je mij de volgende keer weer. Doei!